De wijkregisseur van de Gentse Kanaaldorp onder andere. En ons rol is vooral een schakel te zijn tussen beleid, dienst en bewoners. We zitten hier in het koppelingsgebied Desteldonk-Zuid. En we hebben vorig jaar hier een inspraakvergadering gedaan samen met projectbureau Gentse Kanaalzone, Groendienstleg, verschillende diensten, om een stuk speelzone hier ook te verwerven. De laatste jaren zien we wel een verjonging en meerdere gezinnen die komen wonen. Bijvoorbeeld het schooltje in Sint-Kruiswinkel. Goed 2 jaar geleden is dat van 40 leerlingen verdubbeld naar 80. Eerlijk gezegd, ik kende de haven niet. Dus ik heb altijd in het centrum van Gent gewoond en voor mij was dat een onbekend gebied. Nu, op kaart zagen we dat het een zeer uitgestrekt gebied was, dus we zijn dat tot en met komen verkennen destijds. En dan hebben we hier prachtige, ongelooflijk idyllische plekjes mogen ontdekken. We gaan maar kijken waar de vissers samenkomen en dergelijke. Het is prachtig gewoon. Mendonk is zo een dorpje dat aan de Moervaart ligt, met pareltjes van huizen, ongelooflijk mooi. Hey, hoe is het? Ça va? Ja, alles in orde. Ik ben juist sociale kleding. Ik ga daar even spelen. Vandaag ben ik hier bij Nathalie Semaas, dat de antennewerker is van TOOST-NW. En zij speelt enorm in op noden van de bewoners hier in de kanaaldorpen. Gezien die afstand met het centrum is dat wel noodzakelijk dat iemand hier ter plaatse de noden kan aanpakken. Hoe is dat daar verlopen in Terdonk met die bevraging? Goed, goed, goed. We hebben in de maand december hebben we huisbezoek gedaan met de sociale regisseur Mioga. Ja. En ja, dat is redelijk positief verlopen. Als wijkregisseur kunt je ons beschouwen als een soort bruggenbouwer. Dus we staan een stuk in tussen diensten, het beleid en de bewoners van het gebied. Enerzijds gaan we een stuk de noden van de mensen vertolken naar het beleid toe. En omgekeerd gaan we ook een stuk het beleid vertalen naar de bewoners toe. Volgend jaar ga ik op pensioen. Ik hoop dat de kanaaldorpen een volwaardig openbaar vervoer krijgen. En dat vooral nieuwe jonge vrijwilligers zich kunnen het verenigingsleven zullen versterken voor de toekomst te waarborgen. Amai, dat is veel. DFDS zal in de toekomst nog actiever zijn in de Gentse haven. Het bedrijf tekende een strategisch partnerschap met de haven van Gent. DFDS heeft nu 3 schepen, die samen elke week 6 afvaarten tussen Gent en Göteborg doen. Daar komt nu 1 schip bij, de Ark Germania, goed voor 2 extra afvaarten per week. DFDS vond als 4e schip een oplossing binnen de eigen vloot, want ook het 4e schip heeft beweegbare cardecks. Het specifieke daaraan is dat die de verschillende cardecks hebben. Dus een normale ro-ro-boot heeft verschillende verdiepen. Maar als er veel wagens op de route zitten, en in dit geval is dat zo, door het Volvo-volume, dan is het handig om beweegbare cardecks te hebben om dus op bepaalde momenten meer auto's erin te kunnen steken dan op andere momenten. En DFDS kiest niet alleen voor uitbreiding van de roll-on-roll-off-vloot. Het bedrijf zal voortaan ook 3 afvaarten per week organiseren om containers te vervoeren via binnenschepen. Sinds vorig jaar hebben we eigenlijk een connectie met Antwerpen en Rotterdam, maar ook de Zeeland Seaport zit eigenlijk mee in de loop. Dat is een samenwerking met Kloosterboer, waarbij dat we dus over het algemeen deepsea containers, dus die van lange trafiek van Azië bijvoorbeeld, naar Europa komen, afgezet worden in Antwerpen en Rotterdam,
tot in Gent laten komen om zo het transport over de weg te proberen vermijden. Bovendien zet DFDS ook meer in op vervoer via het spoor. Deze trein is gevuld met goederen op paletten, maar ook staal- en truckcabines worden op deze manier vervoerd. De trein rijdt van en naar Frankrijk, Duitsland en Zweden. Wat we daar nog aan toevoegen is eigenlijk een connectie van hieruit via Calais naar Le Boulou, dus dat ligt aan de Spaanse grens. Dus dat is dan eigenlijk een railverbinding en we verkopen die railverbinding ook vanaan Le Boulou tot in Gothenburg. Dus het is altijd in combinatie, of meestal in combinatie met onze bestaande route Gent-Gothenburg. Goederenvervoer via het spoor is een vrij recente activiteit voor DFDS. Het ro-ro-verkeer daarentegen is al decennia lang een vaste waarde in de Gentse haven. DFDS is daarmee een mooi voorbeeld van een multimodaal bedrijf in een multimodale haven.